van Intuïtieve Coaching Arnhem. En Mar is een snelle dame. Want Mar, voordat we gaan beginnen over wat je doet. Je vertelde me net dat je een Alpha Spider hebt gehad. Een stoppenbak? Klopt, ja zeker. Erg mooie auto. Ik ben heel zuinig op geweest. Er mag niemand zelfs maar naar kijken. Laat staan aanraken. Dat is wel een oldtimer. En die heb je niet meer inmiddels? Nee, die heb ik niet meer. Ik ben verhuisd en ik vond het toch te veel, kwam te veel bij kijken om daar een garage voor te vinden. Omdat dat bij mijn huidige woning. Ja, dus je moet er wel heel goed voor kunnen zorgen. En ik dacht van, er was iemand die hem heel graag wilde kopen. Er stond maar heel weinig kilometers op de teller. Dus met pijn in mijn hart. Maar wel een goede smaak beslissing. Voor auto's, absoluut. Ja, zeker. Maar, jij hebt een bedrijf, Intuïtieve Coaching Arnhem. Wat doe je precies? Iets met coaching, maar wat houdt dat in? Ik beschrijf mezelf als iemand die deskundig is in het doorzien van persoonlijke facetten die het communiceren of de houding op de werkvloer negatief beïnvloeden. En, wat voor dingen zijn dat bijvoorbeeld concreet? Dat mensen een ervaring hebben gehad, waardoor ze heel snel getriggerd worden door iemand die lijkt qua uitstraling of qua communicatie op die persoon die hun dan iets aangedaan heeft. Ja. En dan gaat eigenlijk een patroon in werking, waardoor ze helemaal niet meer zo leuk zijn als ze eigenlijk zijn. Is dit iets wat veel voorkomt op dit moment? Heel veel voorkomt, ja. Komt heel veel voor, bedoel ik, ja. Waar kan dit ook toe leiden als mensen daar niks aan doen? Dat ze heel snel het plezier in hun werk verliezen. Mensen die zich ziek melden, die met bakstenen in hun maag naar hun werk gaan. Dat gaat best wel ver. Als mensen zich benadeeld voelen of bedreigd voelen door een persoon, zeker als de persoon in de hiërarchie iets hoger staat, ja. Dan ja, dat kunnen ze echt ziek van worden. Dus eigenlijk is uw doel misschien wel tweeledig. Voor een bedrijf natuurlijk ervoor zorgen dat mensen zich lekker voelen. Ja. En daarnaast ook dat daarmee ook het ziekteverzuim waarschijnlijk ook wordt teruggevonden. Absoluut, en dat gebeurt ook. Ja, want wat een heel veel voorkomend verschijnsel is de laatste jaren, is dat mensen een burn-out krijgen. Dat ze eigenlijk niet weten hoe ze met datgene wat ze in huis hebben, wie ze zijn als persoon, als mens, dat naar voren kunnen brengen in hun werk. Dat ze vaak ook te veel in hun ratio zitten. Die balans is een beetje zoek. Ja. En eigenlijk is burn-out natuurlijk niets anders dan dat je je hoofd te veel belast. Je hoofd is te vol. En dan verbaast het me vaak dat mensen die bij mij komen en al jaren in een burn-out zitten, misschien al wel 2 jaar, dat die nog niet handvaten hebben aangereikt gekregen om die balans terug te vinden. Ja, en dat is dan gelukkig mijn werk. Die dus handvaten kun jij ze geven. Ja. Nou, Mar, top. U hoort het. Zit u tegen een burn-out aan? Dan wel zeker Mar Beerning van Intuïtieve Coaching Arnhem. Mar, dank je wel. Heel graag gedaan. Vandaag. Ja, en waar gaan we naartoe? We gaan vandaag naar... Nou, laten we maar naar Arnhem gaan. Dat is goed. Bedankt. Dank je wel, Mar. Super. Graag gedaan.